Okay, goedendag, ik ben Corjan. Ik wil graag even ons product introduceren dat we hebben ontwikkeld binnen Brigade Project. Het heet InfoSequia, een Drought Monitoring and Impact Assessment Toolbox. En ik zeg wij, het is vooral ontwikkeld door mijn collega's in Spanje. Vandaar Sequia, want dat betekent eigenlijk gewoon droogte. Dit was het prototype. Het is een webmapping service. Het gebruikt de modussatelliet om de droogte te kunnen kwantificeren. Het geeft bijna near real-time data en ook waarschuwingen over de extent en de mate van droogte in een gebied. Belangrijkste component is, hij maakt droogte, hij ziet droogte door middel van de vegetatieconditieindex. Hij kijkt eigenlijk naar de staat van de vegetatie over een heel grote tijdreeks. We gebruiken de MODIS-satelliet daarvoor. Een beetje de selling points van wat we doen. Het is eigenlijk een satellietproduct. Het is een wereldwijde dekking. Dus het is heel erg locatie, niet specifiek op locatie. Kan ook elk gebied worden toegespitst. De manier hoe het is opgezet is dat we hebben het geprobeerd om het echt heel flexibel en modulair te maken. op basis van behoeftes van de eindgebruikers. En omdat die satelliet heel vaak overpijs maakt, kunnen we het heel snel de droogte zichtbaar maken. En we hebben het geprobeerd om het heel erg gebruiksvriendelijk te maken. En dat er dus ook de eindgebruikers een PDF-bulletin kunnen downloaden en die kunnen ook weer versturen naar hun eigen publiek. Dus ja, een belangrijk aspect van het Brigade-project is toch wel om het dus ook te vermarkten. Dus ook dus op zoek te gaan naar de eindgebruikers en dus ook echt een soort businessmodel te ontwikkelen. Dus wij zien eindgebruikers, bijvoorbeeld waterboards, maar ook wel insurance companies in de landbouwsector. En gewoon boeren zelf en ook bijvoorbeeld wel bosbeheer en dat betekent tot bosbranden. En dit is eigenlijk het voorbeeld van een operationele business case die we nu hebben ontwikkeld in samenwerking met Hydronet, met Hydrologic. Het is een watermanagement informatiesysteem in Colombia en dat zijn we op dit moment nog door aan het ontwikkelen. Dat is eigenlijk in het kort wat ik erover kan zeggen. Mijn collega Sergio, die weet er veel meer van, die is er vandaag niet, maar hij weet alle ins en outs.